De beveiligingscamera's die sinds mei 2018 bij station Wijchen hangen, zorgen voor een flinke daling van de criminaliteit rond het station. In de afgelopen 2 jaar waren er 35 diefstallen, waarvan 31 fietsen. De 2 jaar voordat de camera's werden opgehangen waren er nog 105 diefstallen, waarvan 95 fietsen. Volgens de gemeente is ook het veiligheidsgevoel van mensen verbeterd. De camera's zijn er nu als pilot. Het zou €11.000 per jaar gaan kosten om ze er permanent op te laten hangen. Daarover heeft de gemeente nog geen beslissing genomen.